woord geeft aan Omar met een korte introductie van zichzelf, maar ook een mooi verhaal over TNO, denk ik. Omar? Ja, helemaal goed. Dank Lucas. Dank voor de uitnodiging. Mijn naam is Omar Niemut van TNO. Bij een aantal van jullie al bekend. Deze uitnodiging kwam denk ik voort na aanleiding van contact onder meer met Christian en Lucas. Op de VR-days vorig jaar heb ik de sessie bijgewoond vanuit de Industrial Reality Hub om gewoon eens te zien waar jullie mee bezig zijn, welke partijen aan boord zijn. Het was heel leuk om te zien dat er best wel een hoop partijen waar wij al mee werken of grote plannen mee hebben om mee te gaan werken, dat die daar actief waren. Dus toen is eigenlijk het idee geboren van, moesten wij niet onderzoeken of TNO misschien ook een interessante partij is om lid te worden van deze hub. In die context leek het Lucas en Christian goed dat ik wat vertel over wat we bij TNO doen op het gebied van XR. Dus daar vertel ik graag wat over. Daar heb ik uiteraard wat slides voor, dus daar ga ik even mijn presentatie delen. Ja. Dan zet ik de video heel even uit. Zo, nu zouden jullie een jonge dame met een VR-bril en een robotje op de achtergrond moeten zien in beeld. Ja, ja. Kijk, helemaal goed. Misschien kort iets over TNO. We denken altijd dat iedereen weet wie we zijn en wat we doen. Maar dat blijkt toch vaak toch niet zo te zijn. Dus goed om er kort iets over te vertellen. Binnen Nederland het grootste onafhankelijke instituut voor kennis en innovatie. Met de missie om kennis en mensen te verbinden en daarmee innovatie binnen Nederland een flinke impuls te geven. Bedrijfsleven te versterken en uiteindelijk een bijdrage te kunnen leveren op het sociaal-maatschappelijk gebied. Dat doen we op een aantal gebieden. We hebben, moet ik even tellen, 9 units als ik het goed heb. En dat zit op het gebied van energie, het gebied van gezondheid, industrie, veiligheid en defensie, circulaire economie, gebouwde omgeving, logistiek, transport, maar ook ICT. En dat levert bij elkaar een personeelsbestand van over de 3000 mensen. En we zijn eigenlijk op een aantal gebieden actief. We werken veel met de universiteiten. Waar we gezamenlijk eigenlijk de basiskennis van de telekennis ontwikkelen. Met daar uiteraard voortouw genomen door de universiteiten zelf. Die ontwikkelde kennis brengen wij verder. Die maken wij toepasbaar. En we zorgen ook voor de vertaalslag naar het bedrijfsleven. Dus we vormen daar echt een brug tussen universiteiten, bedrijfsleven en vaak de overheid in. Nou, een van die TNO-onderdelen is het onderdeel ICT, de ICT-unit. En daarbinnen zijn een aantal groepen, afdelingen zou je kunnen zeggen. Een van die groepen is de afdeling die zich bezighoudt met netwerktechnologie. En dat is ook de afdeling waar ik zelf werkzaam ben. Dat onderdeel ICT, daar werken zo ongeveer zo'n 250 mensen. Een aantal daarvan zijn ook verbonden aan Nederlandse universiteiten. En binnen die afdeling Networks hebben we er ruim 60 collega's die actief zijn. Wat voor onderwerp moet je dan aan denken? Het transporteren van media, video, audio over netwerken heen. Uiteraard extended reality technologie. Maar ook iets meer infrastructurele en netwerkonderwerpen. Cloud and Edge, software defined networking. Programmeerbaarheid van netwerken. 5G uiteraard als een belangrijk onderwerp. Het merendeel van deze collega's bij TNO zijn werkzaam in Den Haag. Den Haag Centraal. We hebben ook nog een deel zitten in Groningen. En een heel klein deel zit op locatie bij een kantoor in Helmond. Waar we veel samenwerken met de collega's die zich bezighouden met connected cars. Dus de auto's die de zelfrijdende auto en die daar uiteraard verbonden zijn met allerlei netwerkinfrastructuur. Ik ga gewoon door de presentatie heen. Het nadeel uiteraard van dit soort 2D videoconferencing is dat ik maar heel beperkt beeld heb van jullie reactie. Als er vragen zijn, hoor dat er gerust doorheen.
Nou, dan iets over mijzelf. Ik heb mij sinds het begin bij TNO altijd bezig gehouden met zogenaamde collaborative research, dus onderzoek met andere partijen binnen en buiten Nederland. Sinds enige jaren heb ik daarna toegevoegd programmamanagement. En daarnaast wel altijd een onderzoekstak vastgehouden. En op dit moment speelt dat onderzoek waar ik me mee bezighoud zich af op het gebied van social XR, XR collaboration en daarover later meer. Nou, wat voor zaken heb ik zoal gedaan? Een van mijn eerste stappen richting het oosten in Enschede, toen ik net bij TNO begon, was het technisch trekken van een grote veldproef op het gebied van social TV. Dat was nog ten tijde van met name analoog tv. Digitaal tv was maar heel beperkt uitgerold. Ging erom om mensen om tv-programma's heen samen te brengen. Dat ze toch het gevoel hadden dat ze samen zouden kijken. En dus hebben we een hele leuke proef mee gedaan. Het was destijds echt een van de eerste ter wereld. Ik heb me eigenlijk altijd bezig gehouden met het transporteren van media op een efficiënte manier over netwerken. Nou, dat kwam er helemaal in beeld toen video's van steeds hogere resoluties voorbij kwamen. En 4K kwam net een beetje op, 8K had het helemaal niet over. Maar toen waren we onder meer met de BBC en ons Duitse zusterinstituut Fraunhofer bezig om na te denken hoe je dat soort video van hoge resoluties toch over de netwerken van toen kon krijgen. We hebben een technologie voor ontworpen die heet taalstreaming. En daar hebben we een hele leuke proef destijds met de BBC gedaan. Die hebben tijdens de Commonwealth Games en met onze technologie gezorgd dat de live video van allerlei wedstrijden bij mensen thuis op iPads te zien was, waarbij ze ook nog eens konden zoomen, navigeren, dus echt door die video heen browsen. En het aardige van die technologie toen was, dat is leuk voor 2D-apparaten, tablets en telefoons. Maar op het moment dat Facebook Oculus overnam en VR weer een boost kreeg, toen hadden wij het idee, wacht even, voor VR is het essentieel. Omdat je maar toch ongeveer altijd een twaalfde van het beeld ziet, van die 360 graden, moet je gewoon gaan werken aan efficiënte transmissie. Nou, dan hebben we die technologie omgebouwd. En dat is uiteindelijk een spin-off geworden. Mijn hele research en development team eigenlijk van destijds is met die spin-off meegegaan. En ik had zoiets van, nou, ik prima naar mijn zin op bij TNO. Ik ben wel toen aan de volgende generatie technologie. We hebben toen nog een hele leuke proef gedaan in de context van een zogenaamd ITEA-programma met Koreaanse partners. Dat zat dan iets meer op panoramische video. Dus ook dat idee van video van hele hoge resolutie, in dit geval heel, heel erg wijd. Nou, bij TNO heb ik me bezig gehouden met patentgeneratie, met standaardisatie. In de academische conferentiekringen wat dingen gedaan. In Europa, in de Europese media lobbygroep NEM, New European Media, ben ik een tijdje steering board geweest. En de afgelopen jaren ben ik enerzijds vooral programmamanager van het ICT-onderzoek bij TNO. Dus dat is AI, data, 5G, blockchain. Dus daar ondersteun ik eigenlijk veel meer mijn collega-onderzoekers met financiering, met strategische lijnen. Dus ik zorg ervoor dat de projecten die zij opzetten, dat die goed passen binnen eigenlijk het onderzoeksprogramma van de unit ICT als geheel. En ik heb daarnaast mijn eigen onderzoeksprogramma dat ik als hoofdonderzoeker leid op het gebied van social XR. Nou, en rechts wat foto's van ons lab en mijn dochter die al heel snel door had hoe je in VR video on demand kon doen en met een paar hoofdbewegingen prima kon navigeren. En dat was voor mij wel een ervaring. Ik dacht, goh, dit kan nog eens wat gaan worden. Nou, ik noemde al die taalstreaming of 360 graden videostreaming. Die technologie hebben we destijds ontworpen en tot spin-off taal media gebracht. Ik noemde ook al kort dat ITEA-project, waarin we live video van Amsterdam, de Amsterdam Arena, of Johan Cruijff Arena moet ik tegenwoordig zeggen, naar Korea brachten. Dat was een voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal. En nou, dat zijn vaak type projecten dat wij doen, dat we binnen zo'n project vaak ook zo'n highlight zoeken. Dat vind ik dan erg leuk om daarmee heel zichtbaar te maken van wat wij en de andere partij ontwikkelen. En ik zie dat we wat labels ontwikkelen. Heel recent is daar dus destijds Social VR en inmiddels Social XR bijgekomen. En dat is voor ons eigenlijk een onderwerp waar we zeggen, rondom XR-technologie zien wij heel veel kansen in het samenbrengen van mensen, communiceren en samenwerking op gaan tuigen.
En dat begon heel snel toen we de eerste brillen van de generatie Oculus in ons lab hadden. Eerst een paar minuten een wauw-ervaring. Op een gegeven moment denk je, ja, ik zou het eigenlijk willen delen. Ik zou dit met andere mensen willen doen. Nou, dat heeft voor ons eigenlijk een start op het gebied van destijds social VR en inmiddels social extended reality. Nou, wat proberen we dan te doen? We proberen technologie, kennis te ontwikkelen, zodat mensen die op afstand van elkaar zijn, toch samen kunnen werken, leren interacteren. En we proberen daarmee de communicatie en samenwerking door middel van XR zo transparant en natuurlijk mogelijk te maken. Nou, dat was tot voor kort best een ingewikkeld verhaal. Jullie zullen begrijpen dat na afgelopen jaren we dat nooit meer hoeven uit te leggen. Dat iedereen snapt wat hiermee bedoeld wordt. En dat, denk ik ook interessant genoeg, mensen best wel aangelopen zijn tegen de beperkingen van de videoconferencing tools zoals een Teams, zoals we die nu nog steeds gebruiken. Het feit dat we op dit moment totaal niet het gevoel hebben dat we in dezelfde ruimte zijn, al is het dan virtueel. Dat ik jullie niet kan aankijken om reacties een beetje te peilen. Alle niet-verbale signalen niet kan opvangen. Dat maakt eigenlijk dat deze communicatie toch maar heel beperkt effectief is. Voor mij zit ik gewoon tegen een stel slides aan te praten. En dat is toch heel anders als ik in een zaal sta en heel snel kan inspringen en reageren. Dat geeft ook gewoon heel veel meer eigen motivatie. Nou, wij zijn bezig met een aantal technologieën. Allereerst kijken we vanuit onze media-expertise naar de volgende generatie van video, zogenaamde volumetrische video, dus echt 3D-informatie. Of je dat nou als meshes of point clouds of een combinatie van kleur- en diepte-informatie representeert. We zoeken echt naar de opname, de representatie, de compressie en het transport van die 3D-videoformaten. We denken dat je daarmee echt het gevoel kan geven dat mensen ook echt tegenover je zitten. Dat je die 3D-informatie ook veel makkelijker kan combineren met andere data. Bijvoorbeeld haptics. Hè, met vibrotactiele display. Dat je dat soort signalen spatieel veel meer kan combineren met visuele data. Nou, die haptics gebruiken we vooral om te kijken of zoiets als social touch van belang is. Hè, dus in interactie en communicatie. Welke rol speelt aanraking nou en kan je die virtueel of tussen de echte en virtuele wereld toch op deze manier vormgeven? En een derde onderwerp is vanuit onze netwerkexpertise. Daar kijken we enerzijds hoe kunnen we cloud en edge technologie inzetten om die complexe bewerkingen, die rekenkracht die benodigd is, eigenlijk uit die brillen te halen. En te zorgen dat ik met een bril zoals ik die nu op heb, maar dan verbonden met een 5G of straks een 6G netwerk, dat ik daarmee alle rekenkracht in dat netwerk kan stoppen. Ik hoorde net ook Cloud VR voorbij komen. Nou, dat zijn dat soort onderwerpen. En iets meer aan de fysieke kant, de radiolaag, daar kijken we hoe zorg je dat je met name in de upload daarvan, en op het moment dat je dit grootschalig met heel veel mensen kan doen, dat je voldoende bandbreedte hebt, dat die bandbreedte robuust leverbaar is, dat die rekening houdt met allerlei bewegingen van de bril, maar misschien ook allerlei mobiele camera's. Nou, we ontwerpen niet alleen die technologieën, maar we maken daar ook een platform voor. Dus we hebben onze eigen, laten we zeggen, experimenteeromgeving waarmee we best wel wat leuke proeven kunnen doen. Die gebruiken we zelf ook deels. Maar het is vooral voor ons een testbed om al die nieuwe technologie uit te proberen. En te kijken van nou, hoe kunnen we dat in een gehele ervaring verbeteren. En dat geeft natuurlijk de mogelijkheid om inderdaad met partijen wat leuke veldproef, wat leuke experimenten, wat leuke demonstraties te doen. Nou, waar zien we nou het gebruik van dit soort technologie? Meetings noemde ik net al, de XR meetings. Hoe kunnen we die eigenlijk effectiever maken? Hoe kunnen we op afstand effectief vergaderen en welke rol speelt XR daarbij? En hoe kunnen we met name zorgen dat in dat soort meetings dat je het gevoel hebt dat je samen bent, social presence. En kunnen we ook kijken of die rol van social touch daar eigenlijk beter tot zijn recht komt. Nou, plaatje linksonder zal sommigen van jullie wellicht bekend voorkomen. Dat is namelijk de Connect2-omgeving van jullie partner Virtual Dutchman. Waar we al enige tijd mee samenwerken of in ieder geval plannen hebben om op een aantal gebieden samen te gaan werken. Daarnaast kijken we iets meer, laten we zeggen, de sociaal-maatschappelijke kant naar bezoeken. In dit geval bijvoorbeeld familiebezoek. Denk aan de verzorgingstehuizen. We hebben eind vorig jaar een
een proef gedraaid met Meander, een zorginstelling, om in zorg, verzorgerstehuizen mensen door middel van social AR in dit geval het gevoel te geven dat familie echt op bezoek was en ook echt in die kamer zat. En het aardige is, dat kan je eigenlijk nu al doen met eigenlijk een van de meest krachtige AR-devices, namelijk een recente iPad Pro. En dat is natuurlijk de opmaat naar, in plaats van zo'n tweedimensionaal doorkijkscherm, naar allerlei interessante AR-brillen die op ons afkomen. En de laatste hoek waar we veel van verwachten is eigenlijk expertise op afstand. Waarbij je eigenlijk van nature een mix hebt tussen mensen op locatie die waarschijnlijk iets in de AR-hoek gaan gebruiken, versus mensen op afstand die juist op afstand die locatie mee willen krijgen. Dus die zullen misschien veel eerder naar VR grijpen. Nou, en hoe verbind je dat soort hybride setups? Dat is natuurlijk een heel interessant vraagstuk. Maar dat doen we natuurlijk niet alleen. Nationaal en internationaal doen we dat met heel veel partijen. Dit jaar loopt een Europees project af, VR Together, waar we binnen Nederland met CWI samenwerken en daarbuiten met een aantal toonaangevende onderzoeksinstellingen en bedrijven. We zijn op dit moment druk bezig om een aantal initiatieven op te tuigen. Nou, en daar zullen jullie ongetwijfeld een aantal bekende partijen voorbij zien. En in het context van het Europese innovatieframework ITEA zetten we een project op. Waar onder meer Virtual Dutchman bij is aangesloten. Maar ook een aantal interessante andere partijen. En eind vorig jaar heb ik samen met een hoop universiteiten, Roy was daar ook bij betrokken van het Universiteit Twente, hebben we een voorstel ingediend voor de NWO-T2-call, waar Social XR echt de kern van het verhaal is. En dat is vervolgens vanuit het bedrijfsleven weer ondersteund met letters of support door een aantal partijen die ook in jullie hub actief zijn. Dus dat geeft wel aan dat met name in de toekomstige samenwerkingen, dat we al regelmatig tegen partijen aanlopen of partijen met partijen gaan werken die in de Industrial Reality Hub actief zijn. Nou, afsluitend, waarom denken wij dat het voor ons interessant is en hopelijk ook voor jullie, dat TNO mee gaat draaien en een onderdeel wordt als kennispartner van de hub? Ik denk dat wij inmiddels redelijk wat kennis en ervaring hebben opgebouwd op de ontwikkeling van XR-technologie en het inzetten daarvan specifiek voor social XR, XR collaboration. We hebben zelf een interessante technologiebasis en ook een mooi lab met een hoop hardware. Het lijkt ons aardig dat zeker binnen Nederland niet alle partijen allemaal diezelfde hardware gaan aanschaffen. Maar dat we kijken wat kunnen we van elkaar op gezette tijden gebruiken en samen verder ontwikkelen. Voor het type samenwerken zoals ik net schetste, zijn we eigenlijk altijd op zoek naar met name Nederlandse partijen. Om toch ook die rol te pakken in de BV Nederland een stuk verder te helpen. Nou, ik denk dat met de hub we daar eigenlijk een schitterend ecosysteem voor hebben, waar veel van die partijen op dit gebied al actief zijn. Ja, en als je dan verder kijkt, dan kan ik me zomaar voorstellen dat er op termijn, in vergelijking met de Nederlandse AI-coalitie of Quantum Delta of de Blockchain-coalitie, dat XR zo'n positie krijgt dat je ook kan nadenken over wat betekent nou op het nationale speelveld. En hoe zorgen we nou dat we als Nederland binnen Europa hier een positie die we deels al hebben, dat we die kunnen gaan claimen. Dat was het verhaal dat ik had. Ik hoop dat er een aantal dingen herkenbaar waren en ook interessant. En daarmee wilde ik dan mijn bijdrage in deze sessie afronden. Nou, maar hartstikke interessant wat je presenteert. En ik denk dat er mogelijk wel wat vragen zijn naar aanleiding hiervan. Dus ik zou zeggen, wie wil hier een vraag over stellen? Of op zich in laten werken, dat kan natuurlijk ook. Dan kunnen we aan het einde van de sessie daar nog op ingaan. Misschien wel aardig, Christian, want wat we doen is, we hebben een proces rondom nieuwe leden, hè? Wat begint eigenlijk gewoon met een presentatie en een introductie. Wel aardig om te kijken naar aanleiding daarvan, hoe, even mee te nemen in, met de deelnemers van, hey, hoe gaat dat dan precies binnen de hub? Nou lopen we denk ik een beetje achter de feiten aan, want wij hadden als leden hier al over gehad en we zouden het echt geweldig vinden als TNO mee kon doen met de hub. En
Ja, gezien je presentatie, Omar, zie ik ook wel heel veel aanknopingspunten met diverse leden van ons. Het verbaast me, Lucas, dat jij nog geen vraag had over die datastroom. Want dat is iets wat meer op binnen jullie plaatje valt. Maar ik heb wel een vraag aan Omar over wat voor toekomstige ontwikkelingen zie je. Social is natuurlijk heel breed, maar zijn er technische aspecten of zaken waarvan je zegt van nou, daar zouden we specifiek echt meer willen doen? Of is het vooral de integratie van bestaande technologieën die je hebt laten zien? Als ik naar TNO kijk, is denk ik een centrale aspect van waar wij mee bezig zijn. Het feit dat we niet voor alle gebieden, maar toch een hoop afstappen van de relatief zware brillen met veel interne processing naar wat bijvoorbeeld HTC de All-in-2 noemt. Of de andere partijen de XR Viewer, dat is een Qualcomm term. Dus dat zijn echt die lichtgewicht brillen. Eerder AR dan VR of een combinatie daarvan. Waarbij die connectie met het netwerk en split processing, die distributie van de bewerking, eigenlijk over de gehele keten van core naar cloud naar edge naar apparaat zelf en vaak ook nog de telefoon daartussen. Dat is voor ons een ontwikkeling die wij toch wel eens in centraal stellen in waar wij naar kijken. Want dat betekent dat je moet gaan nadenken van wat is dan de vertraging tussen die verschillende componenten. Hoe zorg je dat je inderdaad zo dicht mogelijk bij die randapparatuur zelf zit. Hoe ga je inderdaad om met de netwerkcapaciteit. Wat kan je daar op applicatielaag doen, wat kan je daar op netwerklaag doen. Nou, een tweede aspect is die volumetrische video. Daar zijn wij nadrukkelijk mee bezig. De opname daarvan, de compressie daarvan. Maar tegelijkertijd zie je met ontzettend snelle stappen, zie je dat laten we zeggen, modelgebaseerde fotorealistische generatie van in eerste instantie virtual humans, maar straks ook gewoon weergave van ons als avatars, dat gaat ook heel snel. Net vandaag of gisteren zag ik de aankondiging van een nieuwe Unreal Engine voor virtual humans. Dat is toch behoorlijk bizar hoe nauwkeurig dat wordt. Die Uncanny Valley die wordt snel overbrugd daar. Ja, dan wordt het heel interessant van hoe gaat dat zich verhouden tot wat je met camera's en andere sensoren doet. En wat zijn dan de voor- en nadelen van die verschillende technologieën? Mijn verwachtingen zijn altijd, die gaan door elkaar heen spelen. Gaan allemaal een rol spelen. Dat wordt denk ik een heel interessant speelveld. Dat gaat natuurlijk wel allerlei problemen opleveren. Ik denk dat die twee ontwikkelingen voor ons in ieder geval heel interessant en relevant zijn. Ja, qua toepassingen, de meetings en expertise op afstand zien wij meer als een soort klasse van use cases, want je kan daar heel veel kanten op. En daar zijn we dus met name op zoek van waar, in wat voor concreet scenario voegt dit nou echt waarde toe? En hoe kunnen we daar nou met partijen dat ook aantonen, dat het echt efficiënter werkt, effectiever of op andere gebieden gewoon echt iets toevoegt. We hebben bijvoorbeeld in die proef met Meander hebben we deels een setup gebouwd, maar we hebben ook echt een proef gedraaid die helemaal laten evolueren. Om eigenlijk hand in hand te zeggen, de technologie voegt iets toe, maar de dienst die hiermee wordt geleverd voegt ook echt iets toe. Daarvan hebben we gezien dat je die combinatie eigenlijk altijd wel moet beetpakken, want anders blijft het toch een beetje technologie. Is wel aardig, Omar, als ik dit vergelijk. We doen vanuit Office Software ook een aantal blockchain-projecten met klanten. En daarin is ontzettend interessante technologie mogelijk. Maar die kan alleen maar worden toegepast op het moment dat alle ketenpartners daar aan deel willen nemen, informatie willen delen, bereid zijn om daarover in gesprek te gaan. En dan hebben we nu al twee keer meegemaakt dat de technologie al gereed is, maar de acceptatie net zo essentieel is. Of dus bereidheid om samen te werken om daar alles uit te halen. Dus ik zie al veel analogie op het gebied van data op dat vlak. Ja, zeker. Ja, ja en helemaal omdat XR toch een beetje het directe interactievlak is op de grens van echt en digitaal voor mensen. Ja. Komt die data natuurlijk heel dichtbij. Ja, als je als privé individu de voorwaarden van de Oculus Quest 2 nog eens goed doorleest. Daar word je niet per se heel gelukkig van. Maar ja, het is als individu een fantastisch apparaat. Als bedrijf zou je daar heel anders tegenaan kunnen kijken.
Dat is nog wel een ontwikkeling die ik zie, is dat er nu toch wel initiatieven boven komen rondom privacy, dataveiligheid, ethiek. Heel specifiek gericht op XR. De XR Safety Initiative is zo'n groot initiatief. IEEE heeft nu een actie om een XR Ethics White Paper uit te gaan brengen. En dat is echt getriggerd door het feit dat in eerste instantie grote platformpartijen ontzettend snel bewegen. En nou, gelukkig, hè, want daardoor de stand van technologie wordt flink verder gebracht. Maar met alle kanttekeningen rondom data, en met name persoonlijke data, biometrische data. Het feit dat je volgens mij in 3 minuten bewegingsdata in VR over met 95% nauwkeurigheid een persoon kan identificeren, dat is toch best spannend. Ja. We hebben aan een kleine 20 minuten niet genoeg. Dit onderwerp dit leent zich voor zeker nog een sessie. En volgens mij breng je ook heel veel kennis mee. Dus dat is wel wat mij betreft is een interessant onderwerp om nog eens een keer over door te praten. En ook de ervaringen binnen te brengen. Toch ga ik hem afronden, omdat we nog 2 andere presentaties hebben. In ieder geval hartelijk danken voor het delen van deze kennis en informatie. En we hebben Cipra nog wel even komen op de lijn voor de vervolgstap voor het lidmaatschap en de aansluiting. Ja. Dus welkom. Is het oké als ik de rest van de sessie bijwoon? Ik weet niet of er normaal dingen... Van harte welkom. Ja. Van harte welkom. Je join the team, zou ik zeggen. Dus prima. Dus, ja. Dus, daarvoor dank. Ik ga even terug naar de agenda, want ik heb vervolgens op de agenda staan. Een presentatie die door Martijn wordt gegeven. Dus Martijn, eens even kijken. Krijg ik je in beeld? Dat is... Ja, ik ben er. Ja, kijk, heel goed. En... Ik denk dat je het scherm kunt overnemen van me. Om ja, hier... dat zou mooi zijn. Dus, dan zou ik zeggen... Ja. Ja, is het? Ja. Helemaal top. Nou, welkom iedereen in dit geval bij de presentatie van CAT Services. Laten we even kijken naar de agenda die we voorbereiden voor vandaag. Maar even kort introductie doen over CAT Services en CSN Groep. De samenwerking ook die wij doen met hun... En daarna gaan we even kort door wat wij doen met XR bij CAT Services zelf. En wat we doen met XR bij CSN Groep. En daarna komen we nog even terug op de samenwerking met de IRH. De presentatie van vandaag die wordt gegeven door onder andere door mij. Ik ben Martijn Bussers. Ik ben Usuality Developer bij CAT Services, nu bijna 2 jaar. Daarvoor afgestudeerd bij Saxion in CMGT, Creative Media Game Technologies. Gespecialiseerd op HoloLens. Later deze presentatie komt Freek ook even wat zeggen en die komt zich dan ook even voorstellen. Dus dat komt straks. Dan ga ik nu even verder met de introductie over het bedrijf. Nou, wij zijn CAT Services, origineel uit 1991. We zijn momenteel met ongeveer 85 medewerkers over 4 locaties. Onze hoofdlocatie is in Leusden. Financieel zijn we een gezonde organisatie. We doen veel met IT vanuit de CSN Groep. Daarom hebben we ook onze eigen Security Operations Center. En zijn we ook minder meer vereist om te gaan doen aan kwaliteitsborging door middel van audits op basis van ISO 9001 en 27001. Hoe onze bedrijven bij elkaar horen, dat zien we hier. CAT Services is vooral het leveren van software in 3D CAT, PLM, IRN, IoT. Eerst wil ik even een focus houden op CSN Groep, wat zij doen. Zij zijn vooral op IT-infrastructuur, hardware, software, in de zin van workspace in de cloud. Hybride IT, maar ook IT-security zoals VPN en alle bijkomstigheden om onze klanten en onszelf ook veilig te houden op het internet. Dit geldt ook onder andere met NVIDIA. We hebben de vorige sessie al een keer gehad over NVIDIA Cloud XR, daar kom ik straks op terug. Daarom noem ik het nu ook even. Maar nu verder op in de CAT Services. Wat doen wij? We zijn een reseller van PTC. Dus echt sales georiënteerd op 4 aspecten. Dat is 3D CAD, PLM, Augmented Reality en IoT. Dit doen wij door middel van Creo, Windchill, Vuforia en ThingWorks. Vuforia is waar we het vandaag over gaan hebben. Een mooie side note is dat de software die wij kunnen bieden, die is uiteraard ook beschikbaar via een NVIDIA cloud omgeving. Hoe ziet dat eruit bij ons bij CAD Services? Nou, de Vuforia portfolio, dat doen we met Vuforia Studio, Expert Capture, Chalk en Engine.
Vuforia Engine zijn de meeste van jullie wel kennen als voorheen als de SDK. Dus voor Unity en sinds kort ook voor Unreal om lekker los te gaan in AR. Dan heb je ook nog Expert Capture, waarbij je instructies kunt opnemen door middel van HoloLens of je iPad en het kunt bewerken en heel simpel kunt beschikbaar stellen voor je experts. Dan heb je voor Chalk, voor Remote Assistance. En onze focus die ligt op Chalk en Studio, waarbij Studio vanuit CAD heel schaalbaar en efficiënt naar een experience kan. Hoe dat precies werkt aan de achterkant is, het is een multicad systeem. Vanuit Creo, maar ook vanuit NX van Siemens en SolidWorks en CATIA en ook FBX en OBJ, die kunnen we gebruiken om design te maken en te animeren en deze toe te voegen aan Vuforia Studio. Vuforia Studio die optimaliseert automatisch alles wat binnenkomt aan 3D-modeldata. En dan kun je via een drag-and-drop interface kun je widgets toevoegen. Wil je andere verrijking doen door middel van plaatjes of video's of websites of andere soorten media, dan is dat uiteraard ook mogelijk. Heb je bijvoorbeeld een digital twin, heb je sensoren van een machine in een fabriek die je wilt gebruiken in jouw experience, dan kun je die toevoegen via ThingWorks. En dan kun je met één druk op de knop kun je die exporteren naar de server, waar die beschikbaar wordt gesteld voor zowel Android, Windows en iOS devices, die je met je HoloLens of de andere device die ik net noemde kunt ophalen. Dus dit stukje over Studio. Dan krijgen we dan het cloud stukje van het CSN. Wat CSN groep doet met XR, dat is vooral gebaseerd op Nvidia. In dit geval ARVR vanuit de cloud. In dit geval doen ze dat ook mooi, Cloud XR. Waarbij de bedoeling is dat je via Steam Enterprise of Steam VR een stream kunt opzetten vanuit de server naar jouw client. Tegenwoordig hebben we allemaal, het is wel natuurlijk allemaal. Voorheen had je hele dikke computers nodig om VR te kunnen draaien of een stream op te kunnen zetten. Nu draait alles in de cloud, wordt daar ook gerenderd. En dan kun je het ook gewoon op je telefoon, kun je eigenlijk hele gave experiences in VR en AR gewoon streamen. En het werkt specifiek op Pascal generatie GPU kaarten en beter. En dan een ander onderdeel van Cloud XR is het stukje Omniverse. Dus wat we nu hebben is het streamingstukje. Dan Omniverse, dat is het maakstukje. Wat je rechts ook ziet in de video, het is real-time collaboration. In het groot, aan de rechterkant, dat is het platform van Omniverse. Aan de linkerkant zie je onder andere Unreal en Maya, waarbij gewoon real-time gewerkt wordt in die omgeving. En dat zie je dan aan de rechterkant. Real-time in jouw eindproduct zie je dat aangepast worden. Ook dit werkt vanuit de cloud. Het is dus multiplatform. Er zijn geen conversies vereist voor Photoshop, Unreal, CAD, Polygons. Maakt allemaal niet uit. Geen conversies nodig. Werkt meteen. Kun je het zo inladen. En wat mooi hieraan is we kunnen dus aan hetzelfde project werken in verschillende programma's en daarmee veel efficiënter naar ons eindproduct komen. Doordat de modeler aan de ene kant zit en misschien een texturing wordt gemaakt in een ander programma, die kun je dan live toevoegen. En dan aan het eind van de rit dan is alles in één keer compleet en hoef je niet te wachten op verschillende mensen voordat iets klaar is. Dan komen we over bij het volgende stukje, waarbij ik even Freek wil vragen of hij in beeld zou willen komen. Ja, dankjewel. Dankjewel Martijn. Nou, Lucas vroeg het in het begin al even, wie heeft de coronakapsels? Nou, bij deze. Aangenaam allemaal. Ik ben Freek Wiertz. Ik ben sinds november eigenlijk pas in dienst bij CAD Services. Ik heb een achtergrond in de consumentenelektronica, de telecom en de IT. Altijd in commerciële functies. Onder andere samen met Martijn vormen wij Team XR. En je zou het zo kunnen zeggen dat hij het technische geweten is en dat ik wat meer de commerciële activiteiten naar mij toe trek. In ieder geval een aantal van jullie kennen mijn voorganger, Erik van de Ven. Die hebben jullie ook gesproken. Die heeft hier ook zo zijn presentatie gegeven, dacht ik. Neem ik zijn stokje over dus. Mag mooi meteen met de deur in huis vallen. Bij ons vanuit de organisatie is er ook wel een beetje de vraag van, joh,
hey, hartstikke leuk, Industry Reality Hub, maar ja, wat levert het op? De vraag zullen jullie ongetwijfeld zelf stellen of wel eens gesteld krijgen. Het is niet meteen hier van, nou, we gaan even met z'n allen wat business doen. Maar ik vind het wel interessant om even het onderwerp aan te snijden. Ik werd in het begin ook even gevraagd van welke onderwerpen zien jullie dan graag de revue passeren. Dit is de eentje die ik even wil aanstippen. Ook even wat voorbeelden aanhalen. Je ziet staan Discovery Workshop. Dat is eigenlijk een manier voor ons ook om met klanten te kijken op locatie. Van hey, wat doen jullie, wat zijn jullie processen? Welke vraag, / probleem, / behoefte speelt er? Ja, op welk vlak kunnen wij daarin helpen, / voorzien? Maar daar kan bijvoorbeeld ook echt wel eens uitkomen dat daar dingen nodig zijn waar onze kracht niet ligt. Hè? Stel je voor, virtual reality, het is echt gewoon handig om daar een project mee op te pakken, is niet per se waar wij onze kracht hebben liggen. Nou, dan weet ik via Martijn bijvoorbeeld al dat er een aantal partijen zijn in deze hub die daar gewoon veel beter invulling aan kunnen geven. Ja, op zo'n moment zou ik bijvoorbeeld ook het stokje kunnen overgeven of iemand anders erin bij in kunnen betrekken. Hè, andersom kan het bijvoorbeeld ook zijn op het moment dat er gewoon qua CAD-modellen en de verwerking daarvan zijn wij natuurlijk weer hartstikke sterk. Hè? Dus dan kunnen we daarin ook wat kennis uitwisselen of in zoverre misschien samen de case oppakken. Wij zijn wat Martijn al aangaf, wij leveren PTC-producten. Alles daaromtrent, wil je het zelf verkopen, hebben wij misschien wel een kort lijntje voor je, kunnen wij het met je in contact brengen. We kunnen vragen omtrent het onderwerp, kunnen we daarin behandelen. Dus eigenlijk, ja, wat ik zeg is, ik zou gewoon graag het gesprek aangaan zo breed mogelijk. Gewoon al zijn het creatieve ideeën, hè, samen iets najagen, opzetten. Ja, gewoon eigenlijk de creativiteit van de hub aan te spreken en om te kijken of we gewoon dingen samen kunnen doen. En dan heb ik echt niet over dat we meteen een hele bak geld samen in het laadje moeten brengen. Maar ook gewoon de gesprekken in die hoek opstarten, los van misschien kennisdeling. En eigenlijk met die vraag wil ik hem ook meteen even afsluiten van joh, is daar animo voor binnen de hub? Zijn er meerdere mensen die daar zo over denken? En zou dat iets kunnen zijn om in de maandelijkse meeting terug te laten komen? Misschien wel als onderdeel van een stukje van de presentatie van verschillende bedrijven. Of daar ideeën bij zijn, of dat even langs te gaan. Maar dat, ik leg de vraag neer en daar wil ik eigenlijk mee afsluiten. Dank jullie wel voor de tijd. Nou, Martijn en Frik, dankjewel voor de presentatie. En interessant om te zien hoe dat werkt. En om op de laatste vraag even terug te komen. Ik denk dat binnen de hub heel mooi werkt. Dat op het moment dat wij zien dat er bijvoorbeeld een subsidieregeling mogelijk is. Of een vraag de hub op de hub afkomt. Waarin we kijken van joh, wat wordt er vanuit de markt gevraagd. Delen we dat vaak gewoon in dit gremium in een mail. En wordt er bekeken joh, wie kan hier prima op aansluiten. Of hoe kun je samenwerken om dit te beantwoorden. Dus de initiatieven lopen al en die zie je ook binnenkomen zodra ze van toepassing zijn. He, voor een deel zijn we vanuit de hub ontstaan gewoon uit een stuk kennisdeling en uit de samen de ervaringen delen. Aan de andere kant, ja, ik denk dat iedereen het wel interessant vindt als daar een opdracht uit voortvloeit, al dan niet in samenwerking met elkaar. En daar kun je elkaar versterken. Dus ik denk dat dat al in place is, zeg maar. En dat we kijken hoe die ook de komend jaar binnen gaan komen. En een van de aspecten die daar ook heel erg bij helpt, is dat we één keer per jaar een event organiseren. Waarin we ook onze relaties uitnodigen om die te ervaren. Vorig jaar vond die nou echt op het randje van het losbassen van corona hebben we nog laten doorgaan in Zwolle. De eerste paar bedrijven die al heel streng in de beleid waren, die konden net niet komen, maar het was een heel mooi event. Dat levert ook vaak hele leuke gesprekken en relaties op. En dit jaar gaan we virtueel, past ook wel een beetje bij ons onderwerp, aanbieden. Dat is even als reactie op je laatste vraag, Freek. Ik weet niet of er uit de groep verder nog andere vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van de presentatie van CAD Services. Nou, misschien is het wel een leuk idee, Lucas, om gewoon standaard aan het eind van deze maandelijkse meeting leden de gelegenheid te geven om gewoon businessvraagstukken in de groep te gooien. Van ik heb dit of dit vraagstuk of ik zoek die en die hulp. En op die manier het ook een beetje aan te zwengelen. Ja, ja, dat zou leuk zijn. Dus voor iedereen, heb je interessante business, heb je dingen die je wilt delen of zo eens even de groep in slingeren, dan kan dat ook op deze meetings. Laten we dan daar de laatste 5 minuten voor reserveren, 10 minuten. Ja, dat is een goede. Ik zet hem mede op de agenda.
En misschien is daar nu ook wel wat ruimte voor, want ik had vanmorgen een melding van Bart Kok. Die komt ergens uit het zuiden van het land, komt die deze kant op rijden. En ik heb hem nog gevraagd van, joh, ben je op tijd om jouw presentatie te geven? Hij had ook een mooi onderwerp op de agenda gezet, Oculus for Business. Maar ik heb hem net een appje gestuurd, maar nog geen signaal teruggegeven. Dat vind ik trouwens een wijs besluit, want zou die nog achter het stuur zitten, heb ik liever niet dat hij terug gaat appen. Dat vind ik niet zo veilig. Maar misschien Roelof. Ja, ik denk dat het iets is wat vooral bij Bart zelf ligt. De presentatie die hij wilde geven. Of die zie ik niet meer binnenkomen. Dus misschien, ik denk dat we dat onderwerp gaan parkeren tot een volgende meeting. Anders wordt het ook wel krap om dat nog neer te zetten. Ik ga weer het scherm overnemen. Even kijken. Waar is dat dan? Oh. Kan ik die nog? Dat is ook mooi. Of Martijn moet hem even stoppen met delen. Ja, dat denk ik. Ik zal even kijken. Hij pakte meteen een stukje regie terug. Dat is heel goed. Dus, even kijken. Ja. En dan kan ik hem weer gaan delen. Even kijken. Als je kijkt naar de agenda die we hadden, dan zal Bart nou iets vertellen voor Oculus for Business. Maar ik denk als hij nu nog binnenkomt, dat het krap komt te zitten. En ik stel voor gewoon door te... Ja. Ik heb met Bart gesproken. Die zit nog bij de klant. Het loopt er heel erg uit. Dus deze agenda die moet naar de volgende keer geplaatst worden. Precies. Jij voelt je niet zo lang bij even zijn pitch overnemen, Michiel? Nee, ik heb een presentatie voorbereid en die heb ik niet. Het gaat over Oculus for Business en de do's en don'ts en de voor- en nadelen. Ja. Hij heeft dat netjes goed voorbereid. Alleen ik heb heel zijn presentatie niet. Dus we schuiven deze naar volgende week of naar volgende maand. Dan komt het wel goed. Nee, lijkt me prima. Doen we dat. Dan ga ik eigenlijk naar het volgende agendaonderwerp. En die hebben we eigenlijk net al bij de introductie besproken. De punten voor de volgende online meeting. En volgens mij hebben we er een aantal in serie staan, Christian. Roy met de PhD-studenten. Christian die iets wil vertellen. Jeroen van der Wel misschien de volgende keer of de keer erop. Dus ik denk dat we daar een mooie agenda mee kunnen vullen. Kan misschien... Aansluitend op de Cloud Services presentatie. Ja. Er werd ook over Cloud XR gesproken. En ook met Omar, die vertelde ook over Cloud. In ieder geval, dus het leuke resultaten en het werkend op een VR gehad op een Azure Cloud in Amsterdam. Vanuit Enschede naar Amsterdam. En uiteindelijk werd je daar dus niet misselijk van. De latency was 20 milliseconden. 20, 22 milliseconden voor de beweging. En de totaal latency was 160. Dus misschien even leuk om eventjes aansluiting even te vermelden. Dus er werken leuke dingen al. Dus ik ook leuk is met Omar te overleggen van wat ze met TNO doen. Kijken hoe dat ze kunnen gaan samenwerken. Okay. Zou het iets zijn voor een hele presentatie apart? Dat we dat gewoon als thema handig. Omar, denk jij? Ik denk dat het wel interessant is. Het is in ieder geval een onderwerp dat absoluut in opkomst is. Hè, en waar inderdaad Nvidia een grote rol in speelt, maar waar nog een hoop staat te gebeuren. Vanuit onze kant zou ik wellicht wel een collega kunnen vinden die precies op dat onderwerp zit. En daar recent wat experimenten heeft gedaan. En dat lijkt me heel interessant te horen, Jeroen, wat jullie ervaringen zijn en welke testen en ervaring jullie hebben opgedaan. Ja. Nee, zeker inderdaad. Voor ons is security een hot item, daar had je het ook al over. Dus ik denk dat daar wel het een en ander kunnen gaan combineren. Dat lijkt me een goed plan. In principe hebben we voor maart genoeg als Bart Kok zijn presentatie doet. Christian Suurmeijer en eventueel een PhD. Dan zouden we kunnen zeggen van april doen we gewoon een special. Een speciaal onderwerp, cloud, VR. Ja, dat is prima. Helemaal goed, klinkt interessant. Dat is mooi. Let me check even.
dan denk ik dat we ook het onderwerp punten voor de volgende online meeting, de volgende twee online meetings hebben neergezet. Het is ook wel, we hadden net even jouw verhaal en de werkwijze van toetreding tot de hub. Maar je had ondertussen misschien al wel begrepen dat je natuurlijk van harte welkom bent. En dat we graag met je gaan samenwerken en je toelaten treden als lid. Je hebt een hele mooie presentatie gegeven. Ik denk dat we elkaar zeker kunnen verrijken met kennis en informatie door te gaan samenwerken. Dus laten we separaat aan deze meeting even de zaken in orde gaan maken. Als je daar zelf ook goed bij voelt natuurlijk. Ja, we hadden elkaar natuurlijk, of ik had met Christian even contact, meen ik. Moeten even intern nog een officieel besluit, maar dat verwacht ik volgende week. En daar zijn de lichten op groen. Ja. Maar dan is dat ook gewoon formeel en dan kunnen we het in orde gaan maken. Dus als we daar de volgende week even contact over hebben, over de hele concrete stappen, dan weet ik ook, heb ik het hier intern nog even finaal afgestemd. En dan kunnen we het denk ik dan in orde gaan maken. Maar heel graag. En dank voor kan ik zeggen, het welkom daarin. Super. Dan maken we dat nog in orde. Dan ga ik denk ik toe naar een afronding van deze sessie. Wat we... Zijn er nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze online sessie? Toevoegingen? Ja, ik heb al een vraag, Lucas. Ja. Omar, je had het over een spin-off die inmiddels bij TNO al op eigen benen staat. Is dat een interessant bedrijf om ook uit te nodigen deel te nemen aan de hub? Of zijn er anderen die suggesties hebben van dat of dat bedrijf of die instelling zouden we eigenlijk ook bij de hub moeten hebben? Eens even zien. We hebben het over bedrijf Taal Media uit Rotterdam. Het hangt ook een beetje af van wat jullie als, laten we zeggen, het domein, de scope en misschien ook wel de regionale focus zien. Afhankelijk van jullie beeld. Zou ik ze best kunnen benaderen. Het is een partij die denk ik primair internationaal actief is. En qua technologie echt tussen de grote content delivery networks en veel telco-achtige partijen die VR-diensten beginnen te leveren zit. Wat misschien interessant is om een collega daar eens te vragen om gewoon een presentatie te geven. Dat kan altijd. Gewoon van nou, dit is de Taal Media, dit is wat wij doen. En wellicht dat van beide kanten het gevoel geeft, hey, dat is misschien wel de moeite waard. Ja, we willen als hub eigenlijk nadrukkelijk een platform zijn wat kennis deelt en initiatieven deelt onder de leden. En iedereen die expertise heeft op het gebied van AR, VR en dat ook graag met meerdere mensen zou willen delen. En gewoon de voortgang en alle hectiek zou willen bijhouden, daarvoor is de hub geschikt. Ja, is aanvullend daarin is misschien wel aardig. Ik krijg ook wel eens mensen die verzoeken om een keer een sessie bij te wonen. Gewoon eens te zien wat gebeurt er nou of wat deel je met elkaar. En volgens mij staan we daar wel gewoon voor open als je iemand geïnteresseerd is om eens te weten. Hey, ik draai een keer mee. Wat deel je nou met elkaar? En als we dat van tevoren aankondigen en iedereen voelt zich daar veilig en senang bij, is dat ook gewoon een mogelijkheid om toe te laten. Dus als je daarover personen, bedrijven of instanties spreekt, laten we het in ieder geval met elkaar afstemmen en die mogelijkheid bieden. Dus misschien is dat een idee als we over cloud VR hebben, dat je juist dat soort bedrijven uitnodigt, die zeggen van ik wil een keertje, dus als je zo'n special hebt, ja. Ik wil een keertje meekijken. Ik denk dat zich er per uitstek leent van, ja, over ten eerste kennis delen, maar ook ten tweede om kennis maken. Ja, lijkt me goed. Dan kijk ik wel even naar de presentatoren. Het is natuurlijk zo dat we alle deelnemers aan de Industrial Reality Hub, die hebben contractueel hun handtekening eronder staan dat ze respectvol met elkaar omgaan. Alle informatie die hier besproken wordt geheim houden. En zorgen dat we elkaar niet gaan beconcurreren in de vorm van mensen van elkaar afpakken. Dat geeft een zeker veilig gevoel bij het toehoren hiervan. Dus
op het moment dat we naar buiten gaan treden, moeten we natuurlijk wel toestemming hebben van met name de presentatoren. Ja, ja. Dat kunnen we zeker even, de curve van de voren zeker even afstemmen. Dat lijkt me goed. Ja. Ja. In ieder geval aangeven wie er dan toehoorder is of eenmalig meedraait. Ja. Ja. Goed punt. Ik zou mij zelfs kunnen voorstellen dat zo'n partij als Stout Media wellicht ook binnen die special heel goed past. Omdat een deel van wat zij doen zich eigenlijk van nature in de cloud positioneert. Veel van hun processing zit precies daar. En dan weliswaar gericht, specifiek gericht op live streaming. Maar dat maakt het misschien wel aardig om ook een externe partij daar een beeld te geven naast sprekers uit de hub zelf. Lijkt me goed. Zou je zo'n balletje willen opgooien, Omar? Ja hoor, geen probleem. En dat zou dan naar verwachting ergens in april zijn? Ja, we hebben altijd de tweede donderdag van april, van de maand. Van 4 tot 5 deze bijeenkomst. Ja, ik zal je in ieder geval, Omar, toevoegen aan de meetings. Vooruitlopend op jullie besluit volgende week. Ja. Even kijken. En als we naar de exacte datum gaan. 11 maart. Ja, 11 maart is er eentje en de volgende daarop is 8 april. Ja. Dan zie ik dat het uur alweer voorbij is. En tenzij er nog prangende zaken zijn. Ik kijk even, ik zie geen handjes of geen knikken. Dan ga ik toe naar de afronding van deze sessie. Wat we doen ten aanzien van de twee presentaties zijn de opnames gemaakt. En die gaat Maurice straks weer beschikbaar stellen op de Industrial Reality Hub site. Dus als je dat nog eens wil nakijken, staan ze straks daarop. En dan zie ik jullie in ieder geval allemaal weer op 11 maart. Dankjewel. Dankjewel. Tot ziens. Ja, jullie ook. Goeden. Doei. Dag.